Vanavond een vrouwenvleugelspecial. Actrice Ella Snoep moet elke week weer afscheid nemen van haar kleinkinderen. Marjan Berk over haar relatie met Alfred Hitchcock. En shoppen met Erik de Vries. Goedenavond. En vanuit RTL Studio 1 in Hilversum, welkom bij de eerste Showtime in het nieuwe jaar. Ons programma staat vanavond helemaal in het teken van Vrouwenvleugel, want volgende week begint een gloednieuwe reeks en wij kijken vanavond alvast achter de schermen. Verder vertelt actrice Annette Neijder dat ook zij misschien wel in staat is om een moord te plegen. En we laten zien hoe de acteurs zich voelen als de opnames achter de rug zijn. Maar we beginnen in Almere, want daar woont actrice Ella Snoep in de serie Jantje Kruimel. En ze woont in Almere samen met haar dochter, haar schoonzoon en twee kleinkinderen, Daan en Maaike. Elke zondagmiddag is Huizen Snoep in rep en roer, want dan maakt oma Ella, oftewel Grootje, zich op voor het vertrek naar Luxemburg. Hallo, kom binnen. Zo, kom maar. Welkom. Nog even een kopje koffie drinken, dat kan wel. Tijdens de opnameperiode is Ella alleen de weekenden thuis. Maar dan moet ze zich ook weer voorbereiden op de reis naar Luxemburg. Het valt haar niet zwaar. Nee, eigenlijk niet, nee. Nee. Je moet natuurlijk zorgen dat je op tijd bij die bus bent. Want anders dan sta je wel hier in Nederland en sta je. Maar ja, het wordt een gewoonte. Het is al het derde seizoen voor mij. En we weten het nou wel hoor. Als je wat? Nou, ik denk dat ik nog een liedje meeneem, want je hebt kans dat het in Luxemburg een stuk al is te zien. Het weekend bestaat voornamelijk uit uitpakken en inpakken. Haar sociale leven ligt in deze periode flink door elkaar. Nou, dat is helemaal aan de knoppen, die 4 maanden. Ik bedoel, daar heb je gewoon geen tijd voor. Want je komt maar 1,5 dag eigenlijk in Nederland. En dan moet je alles moet op een zacht pitje gezet worden. Maar we hebben onze sociale contacten, hebben dan in Luxemburg met elkaar. En dat is ook heel leuk. Portemonnee bij me, ja. Kijk, er zit een Belgisch geld in. Zoetjes. In de bus heeft ze een speciale taak. Ik heb altijd hoesballetjes en zo bij me. En dat weten ze ook, of pepermuntjes en zo. Ik ben de pepermuntjes en de hoesballetjes uitdelen. En die heb ik altijd wel bij me. Ja. Oh, een script. Niet aan denken dat ik die vergeet. Zo, ga mee. Lekker weekend. Dag, Anders. Nog één? Nee. Dat zei de boze. Hoi. Dag. Dag, wat is er met jou aan de bus? Ja hoor. Ik word door mijn dochter en schoonzoon of. En of. En mijn kleinkinderen word ik altijd naar de bus toegebracht. En die wuiven me dan uit. Dat is wel belangrijk, ja. Toch wel. Ik geloof dat het een beetje kaal zou zijn als ik in mijn eentje er naartoe moest. Maar daar ben ik zo al gewend geraakt. Ik bedoel, ik heb het voorrecht dat ik ze heb, dat spul. En dat ze me weg kunnen brengen. Bestaan, omdat je echt je eigen appartementje hebt. Iedere keer weer hetzelfde appartementje. Dus je eigen spullen staan en je frutseltjes, foto's van de kleinkinderen en van je hond en je kat en zo. En je eigen koffiezetapparaatje heb je daar en je pannetjes en je roerijzertjes en zo. En je woont eigenlijk toch echt in Nederland. Maar als je dit voor het derde seizoen doet, het is afgelopen straks, dan kan je toch zeggen dat je een jaar in Luxemburg gewoond hebt. 3 keer 4 maanden is een jaar. En ja, het is toch een stukje thuis voor me hier hoor. Echt waar. Ella Snoep, voordat ze professioneel ging acteren, was ze jarenlang actief in het amateurcircuit. Aan een aflevering van Vrouwenvleugel wordt heel hard gewerkt. In Studio Luxemburg is een productiekantoor ingericht. Hier worden scènes voorbereid, kleding uitgezocht en decorstukken gemaakt. Natuurlijk wordt er ook elke dag voor de hele ploeg een warme maaltijd verzorgd.
De ochtend begint met vergaderen. De Vrouwenvleugel heeft 3 regisseurs en die hebben heel wat te bespreken. Ik probeer wel dat niemand eigenlijk thuis ziet dat er 3 andere regisseurs aan staan. Want anders, ja, dan is het gewoon zonde. Dat je gewoon toch met z'n 3 op 1 lijn blijft. En daar is wekelijks overleg over. Kleding is belangrijk in een dramareeks en elke actrice heeft haar eigen kledinglijn en speciale accessoires. Dit is het kledingmagazijn voor alle vrouwelijke, dus de actrices van Vrouwenvleugel. Hier hangt de kleding van Guusje. Guusje is een ex-ballerina. Het is erg leuk om haar aan te kleden, omdat ze echt van die, ze noemt het zelf, fluffy stofjes heeft. En allemaal heel bewegelijk en kleurig. De Amerikaanse Amber Taylor maakt opnameschema's. Volgens een speciaal systeem regelt zij wanneer welke acteur waar moet zijn. Well, it's based on actors' availability when sets are built and ready. Yeah, it's we have many actors that work for us not on a full-time basis but on a freelance basis. So their availability to us sometimes is limited. So it's like a little puzzle you put together every week. De make-up heeft het constant druk, want iedereen moet in de schmink. En voor sommige actrices hebben ze heel wat tijd nodig. Met wie wij het meest bezig zijn? José zijn we het meeste mee bezig met het karakter. René is dat dus. Daar zijn we het meeste mee bezig. Die moet een hele sterke uitdrukking hebben. Dus haar ogen moeten helemaal zwart gemaakt worden, waardoor ze een hele sterke uitdrukking krijgt. Niet elke acteur gaat op zondag met de bus mee. De afstand tussen ons land en Luxemburg zorgt nogal eens voor problemen. Het is nog nooit voorgekomen dat iemand niet aangekomen is. Maar je moet 's ochtends wel eens beslissen dat mensen met de trein moeten komen of met een vliegtuig. Een vliegtuig kan vol zitten, dan moeten ze toch met de trein. Ze missen de laatste aansluiting in Brussel. Dat betekent dat ze een hotel moeten nemen, dat je ze 's ochtends om 6 uur nog heel snel op moet laten halen. Dan kan van alles misgaan, maar het is nog niet gebeurd dus. Setdressers zorgen voor de decorstukken. Sommige producten worden wekelijks vervangen. De meeste dingen die doorlopend gekocht worden voor de set, dat is het eten. Wat in de cellen, in de afdelingen zo gegeten wordt en in de keukens. Oké. Dat is voor de continuïteit. Je gooit de scènes die komen allemaal door elkaar te lopen. En dan moeten ze kunnen nazien, wat had ze aan, hoe was de make-up, had ze wel of niet oorbellen in, was het bovenste knoopje wel of niet dicht, was het vest open of dicht, dat soort dingen, dat, daar worden die polaroids van genomen. Dat wil ik ook, spinazie. En natuurlijk moeten elke dag alle monden gevuld worden. Wat is het lievelingseten van de cast? Wat ze zeer gerne hebben, dat is een grootes kaltes buffet. Dan gibt es jedes Mal een grootes hurra. Ja, so, aber ich glaube, sie sind nicht so schwierig, die essen von allem. Nou, u ziet het dus. Er zijn heel veel mensen voor nodig om een serie als Vrouwenvleugel te maken. De ziel van Vrouwenvleugel is natuurlijk schrijfster Marjan Berk. Toen zij gevraagd werd deze serie te schrijven, hoefde ze niet lang na te denken, want haar fascinatie voor misdaad zit diep geworteld. Ik heb als klein meisje altijd in de bibliotheek boeken met ontploffingen. Het meisjesboek als zodanig sprak me niet zo aan. Ik wilde altijd jongensboeken. Maar vreemd genoeg, sinds ik volwassen ben, lees ik nauwelijks thrillers meer. Want ik vind dat heel erg ongeloofwaardig. Ik heb mijn eigen thriller zo in mijn hoofd. We moeten eventjes bij scène 8. Daar hebben we een kleine tekstaanpassing gemaakt voor José, omdat iedereen even moet weten wat ze gedaan heeft. Mm-hmm. Inspiratie haalt de schrijfster heel dicht bij huis. Als schrijver pleeg je de ganse dag en een gedeelte van de nacht vivisectie op je omgeving. Mijn oogjes zijn klein maar scherp. En ik heb 5 kinderen die nu grotendeels volwassen zijn, 3 kleinkinderen. En ja, ik absorbeer heel erg wat er omheen gebeurt. Ik kijk heel erg naar mensen. Luister goed naar ze, klets ontzettend veel met vriendinnen. En je zuigt je informatie en je inspiratie, zuig je constant uit het leven om je heen, zuig je op. Met dan nu de noodzaak om in die krant goed te lezen, denk ik, dat is een rare moord. Kan ik daar wat mee, weet je wel? Deze kan jij ook roken, Jantje. Ja. Jantje wil helemaal niet meer roken.
Jantje is verstandig. Heel verstandig oud wijfje, nou niet altijd. Nee. Ik vind Jantje Kruijmel zo schattig. Want die staat ook voor de emancipatie van de oudere vrouw. Ze heeft nog een bloeiend sensueel en seksueel leven. Dat beleeft ze ook volledig. En dat wordt heel vaak gedacht. Een van mijn kinderen zei vroeger is seks boven je 30ste. Dat vind ik vies. Ik dacht, wacht maar, je wordt vanzelf 30 en dan spreken we elkaar nog wel. Maar dat is ook een van die misverstanden. Dat als je op leeftijd zou geraken, dat je er geen zin meer in zou hebben. Nou, Jantje Kruijmel is levend bewijs dat het niet zo is. De schrijfster kan het niet laten zelf af en toe in beeld te verschijnen. Oh, dank u wel, mevrouw. Gaat u nou met al die kinderen in de gevangenis doen? Ja, ja, dat is de Hitchcock-grap. Ik ben mevrouw Piep. Mevrouw Piep doet altijd rommelt bij het hek voor de gevangenis. En geeft dan in 3 zinnen commentaar. Dat heb ik in alle series van mezelf gedaan. Hitchcock liep ook altijd een keer door het beeld in zijn films. En dat heb ik van hem overgenomen. Verder hoef ik geen vergelijkingen te doorstaan. Gelukkig. Dat is dan een beetje een melige grap. En dat brengt geluk. Dan word ik mijn eigen mascotte. Marjan Berk, ze schreef alle afleveringen van Vrouw Vleugel in haar eentje. En dat is bijzonder, want in het buitenland worden dergelijke series door meerdere mensen geschreven. Wat doen de acteurs en actrices in Luxemburg als ze geen opnames hebben? U hoort het en u ziet het na de reclame in onze Vrouw Vleugel special. Sta ik onder de douche, merk ik weinig van vocht inbrengen, want douchegels met licht hydraterende ingrediënten spoelen grotendeels weg. Dus moest ik toch nog een bodylotion gebruiken. Tot ik Oil of Olay Shower & Lotion ontdekte, die werkt als een echte vochtinbrengende bodylotion. Je huid neemt de unieke Olay's vloeistoffen tijdens de douche meteen op, waardoor mijn huid de hele dag zacht en soepel aanvoelt. Oil of Olay Shower & Lotion, Bath & Lotion en Wastablet. Voor een voelbaar jongere huid. Roerbakken is een snelle en verrassend gemakkelijke Oosterse bereidingswijze. Speciaal voor roerbakken zijn er 4 nieuwe Konimex roerbaksauzen. Voor 4 heerlijke gerechten. Chap choy, kip canton, babi ketchup en babi pangang. De roerbaksauzen van Konimex. In 10 minuten de Oosterse keuken thuis. Cheese. Vanavond. Not a scratch. That's more than I can say for him. Tell me why I shouldn't arrest you for murder. Because you've got no proof. Nick, you dirtbag. This time you've gone too far. You're dead. Got that. Dead. Seems Honey took out $1 million life insurance policy on her ex. In your dreams, sweetheart, you're never gonna get a dime out of me. Bird Law, vanavond 22:30, RTL 4. Ontdek nu de mooiste en fascinerendste steden van de wereld. Met de videocollectie Wereldsteden. Elke 2 weken verschijnt een nieuwe video met schitterende unieke beelden. En een boeiende stadsgids boordevol informatie. De belangrijkste attracties, een stukje historie en leuke uitgaanstips. Te veel om op te noemen. Wereldsteden is overal verkrijgbaar. Deel 1 van Wereldsteden gaat over de Big Apple, New York. En kost slechts €6,95. Reuze rookworst. Normaal €4,25, nu 2 voor €6,75. Echt Hema! In het spijt me kunt u een ruzie goedmaken door een bloemetje aan te bieden. Heeft u iemand die uw dierbaar is diep gekwetst, uw lievelingsnicht beledigd of uw allerbeste vriend al jaren niet meer gezien door een ruzie en durft u niet de eerste stap te zetten? Bel ons dan, want misschien kunnen wij namens u een bloemetje aanbieden. U kunt ons nu bellen. De redactie zit voor u klaar. 06-300-444. Het is weer oliebellen tijd bij Primafoon. Op alle toestellen met een oliebel krijgt u een heerlijke korting. Deze bijvoorbeeld kost geen 69, maar 59 gulden. En deze geen 92. Oh, die draadloze. Hoeveel? 198 gulden. Verkocht! Ja, wilt u er geen oliebol bij? Nee joh, ik had al lang thuis moeten zijn.
klassieke verhaal over onsterfelijke liefde. Love you so much. En onmetelijke angst. Robert De Niro. Lee! Kenneth Branagh. Mary Shelley's Frankenstein. 19 januari in de bioscoop. Welkom terug bij deze speciale showtime die helemaal gewijd is aan Vrouwenvleugel. We stellen de acteurs en actrices eens aan u voor. Want Vrouwenvleugel begint volgende week aan het derde seizoen. En opvallend aan de serie is het grote aantal wisselingen in de spelersgroep. Om uw geheugen nou een beetje op te frissen hebben wij oude en nieuwe gezichten op een rijtje gezet. Nog één kans, nog één keer. Al die tijd dat ik hier zit, nog nooit zo sterk het gevoel van vrijheidsberoving ervaren. Vanaf de allereerste aflevering is Teun Metz, oftewel Bea Mulman van de partij. Met haar lesbische escapades zet ze heel Vrouwenvleugel op stelten. De oudste, maar zeer moderne gedetineerde is Jantje Kruimel. En Marina de Graaf, die als 16-jarige debuteerde in het debuut, speelt hier een moeder die uit wanhoop haar kind vermoordde. Alsof jij ze op je medemens bent ingesteld. Hè? Kom op zeg, stel je niet zo aan. Het secreet uit de serie is zonder twijfel drugsdealster Snoes Rivaan, een rol van Kietje ze vratten. En René Fokker zorgt voor de nodige commotie door een bewaarder om te brengen. Het bewakend personeel komt ook uitgebreid aan bod in de dramaproductie. Behalve hun werk wordt ook hun privéleven belicht. Bijvoorbeeld van de jonge bewaarder Troost, een rol van Erik de Vries. Bewaarster Annette Nijder speelt Nel Wittebol. Zij heeft veel problemen met haar zoontje Wimpie, die een voorkeur heeft voor het mannelijk geslacht. Oké, meiden, we gaan weer naar binnen. Kom op. Als vriendelijke bewaarder, molenaar, wordt John Jones prompt verliefd op de gevangene Julia Klaus. En een relatie die nog een staartje zal krijgen. Nou, wat moet er worden verlopen? Kokzaal Nurdogan is erg geliefd bij de vrouwen op de afdeling en dat leidt soms tot rare taferelen. En de grote hysterica van de serie is zonder twijfel Regina Schaap. Dela Maria Vaags geeft de op seks beluste en zeer gemene bewaakste gestalte. Nieuwe gezichten zijn er ook in de succesvolle reeks, zoals bewaarder Ricardo Cibelo. De nieuwe bewaarder. Ja, de nieuwe doorgevangen. Milieuactiviste Joy Deurslag is een nieuwe gevangene. Een rol van Danielle Marcelina. Suze Broks belandt als ex-ballerina in de gevangenis. En natuurlijk maken we in de nieuwe reeks kennis met zangeres Millie Scott. Zij speelt in Vrouwenvleugel ook een zangeres, maar dan eentje die een moord op haar geweten heeft. Dat zijn ze dus, het grootste gedeelte van de acteurs en actrices die wekelijks de Vrouwenvleugel bewonen. Acteren in Vrouwenvleugel is leuk, maar het heeft consequenties. Want wekenlang zit de spelersgroep in Luxemburg zonder hun gezinnetje, hun familie en hun vrienden. Dat vraagt de nodige aanpassing. Aan het begin van de nieuwe serie volgden wij een aantal acteurs in de avonduren in Luxemburg. Als het even mee zit gaan Erik de Vries, Kietje Sevratten en René Fokker shoppen. Voor Daan, mijn zoon. Vorige week heb ik een boerderij gekocht voor hem. En dan koop ik veel knuffels zo ook, hè. En toch steeds weken weg. Dan vind ik het altijd weer leuk als ik terugkom als ik het meeneem. Green, je ziet hier ook wijnen echt, die heb je nog nooit van. Amaretto, die hebben ze hier ook heel lekker. Ik vind het wel prettig om, als ik aan het werk ben, om dan gewoon ergens naartoe te gaan en dan gewoon s'avonds gewoon niet naar huis te hoeven, maar gewoon eigenlijk alleen maar met je werk bezig te zijn. Moeder René Fokker heeft meer moeite met het leven ver van huis. Het is wel ingewikkeld om steeds weer alles goed te organiseren, want mijn man die werkt dan dus ook. Dus dan moeten we altijd een beetje georganiseren en gedoe en familie wat inspringt en de crash natuurlijk. En mijn man is ook altijd niet op tijd thuis, dat hij echt van 9 tot 5 een baan heeft. Dus die werkt toch ook vaak onregelmatig, zoals ik. De cast van Vrouwenvleugel is sportief en zwemmen is favoriet. Dela Maria Vaags vindt Luxemburg heerlijk. Ik ben hartstikke blij dat ik nu aan werk iets kan doen wat ik prettig vind. Ik ben ook moeder en thuis heb ik altijd heel veel te doen. De was, de giro, rekeningen, de belastingen, de deurwaarder, zorgen, sokken wassen voor de voetbal, voor de judo, etcetera, etcetera. En hier hoeft het allemaal niet te doen. Nieuwkomer Danielle Marcelina voelde zich meteen als een vis in het water.
leuke is dat toen wij aankwamen, iedereen meteen begon met zijn kamer opnieuw in te richten. En dan merk je toch dat mensen heel erg bezig zijn om hier een nestje van te maken. En ik heb dat ook gedaan. Ik heb allemaal foto's van mijn kind en kaarsen, gezellige dingen op mijn kamer. Dus ja, iedereen doet zo hard mogelijk zijn best en het lukt ook allemaal wel. Ja. Voor de oude garde was het ook fijn om weer bekende koppen in Luxemburg te zien. Ja, het was wel weer thuiskomen na twee seizoenen, dus het derde seizoen, ja. Je kent iedereen in, in dit hotel, in de bar, barmensen en zo. En ja, het is wel thuiskomen in Luxemburg, maar niet in de zin van het is alleen maar god wat geweldig. Want er zijn ook heleboel problemen gewoon. Met een nieuw set en als we wennen, een andere kamer, een heleboel dingen waarvan je zegt, hey, god, ja, toch weer een tikje anders. Het liefst kijken ze met z'n allen televisie. Vooral als een van de collega's op het scherm is. John Jones verwoordt het collectieve gevoel van samen zijn. In Nederland ga je gewoon naar huis toe na een dag in de studio en zie je elkaar weinig. En hier zie je elkaar weer in de bar of in het hotel of zo af en toe. En dan gaan we eens met elkaar eten. Dus heb je een beetje wat meer contact, kun je ook over de serie praten. We doen niet anders eigenlijk. Dus het moet. Nou, het is goed te zien dat er ook wat afgelachen wordt achter de schermen bij een serie waarin wekelijks zoveel leed te zien is. Twee mensen die dit lief en leed wekelijks delen zijn natuurlijk Nel en Julia. De actrices Annette Nijder en Marina de Graaf, die aan deze rollen gestalte geven, geven zich volledig bloot over hoe zij zich hebben voorbereid op hun rol. Oh, wat is dit nou weer? Jezus, ben jij nou helemaal met de ratten gebeten, zeg! Ik ben een paar keer in gevangenissen geweest, omdat mijn moeder ook in die wereld zit. Die zit bij de Nederlandse Orde van Advocaten. En die komt veel in gevangenissen. En zodoende heb ik ook een paar mensen van hier ook al een keer meegenomen op rondleidingen in huizen van bewaring in Utrecht. Ik heb een paar jaar als acteur gewerkt op politiescholen. Om daar, rolsituaties te spelen. Om dus aan beginnende politieagenten te leren hoe je in moet grijpen in bijzonder hectische situaties, uit de hand gelopen situaties. Ik kon dus toen als acteur in al die belachelijke, idiote situaties heel goed zien hoe dus iemand die aan de andere kant staat, hè, agent in dit geval, hoe die ingrijpt of niet. Waar hij van schrikt, wat hij durft te zeggen of niet. Hoe die het vastpakt, dat soort dingen. Nou, die dingen die helpen, daar heb ik, ja inderdaad, daar heb ik wel wat aan gehad. Ja, de relatie met je moeder, dat heeft je geen goed gedaan. Dan heb je ook veel te afhankelijk opgesteld van je moeder. Dat is allemaal heel begrijpelijk hoor. Maar daar gaan we dus nu aan werken. Op het moment dat ik het speel, kruipt ze toch een beetje in je. Dus er zit heel veel van mij in. Ik bedoel, het is ook, Julia hoort ook bij mij. Ze houdt niet van onrecht. En dat heb ik dus ook heel sterk. Maar ik heb nooit mijn kind vermoord. Dus dat is dan weer iets heel anders. Het lijkt me vreselijk als je dat gedaan hebt. En zij is een stuk labieler dan ik zelf ben. Ik ben echt een ander iemand. Ik ben natuurlijk niet Nel Wittebol. Ik ben Annette Nijder en ik heb wel, ja, ik heb mijn eigen dingen. Maar je put natuurlijk op het moment dat je speelt, put je wel uit die elementen die je kan gebruiken voor je rol. Wat overeenkomsten betreft zou je kunnen zeggen dat ik een, ja, ik heb een streed, ik denk dat ik streed overkom, duidelijk. En dat is natuurlijk iets wat Nel ook absoluut in zich heeft. We moeten iets doen, Trip. Ik wil met de dokter praten. En jij moet mee. Mijn personages hebben ook karaktertrekken die veel van de actrices afstaan. Het is Wimpie zijn eigen leven. En het is geen medische kwestie, Nel, kom op. Het is goddomme geen ziekte. Bijvoorbeeld als ik zelf een homofiele zoon zou hebben, dan denk ik dat ik daar absoluut anders tegenover zou staan. Zij slaat er nogal gauw op, hè? Of ze wordt nogal gauw handtastelijk bij de andere vrouwen als ze boos is. En dat heb ik helemaal niet. Dat is iets dat ik hou absoluut niet van geweld en ruzie en dat soort dingen. Pittige discussie, oké, weet je wel. Maar nee, dat heftige gedoe, dat is echt Julia. Ja. Ik droom van je.
Volgens de kritiek op de serie zou Vrouw Vleugel niet het werkelijke leven uitbeelden. Annette en Marina snappen deze kritiek wel. Ik denk niet dat het vaak voorkomt dat een gevangene met een bewaarder iets heeft. Ik denk niet dat dat voorkomt. Maar ja, goed, dit is dus ook geen echte gevangenis. En ze moeten het ook maar zien dat het een leuk verhaal is in een gevangenisverhaal. En dat dat het is, en ik kan best begrijpen dat ze daar moeite mee hebben, hoor. En het gebeurt natuurlijk ook niet, of het zal misschien wel eens gebeuren, maar dan mag het niet. Ik denk als dat uitkomt, dat die gevangenen meteen ergens anders worden gezet, of zo'n bewaarder wordt overgeplaatst, of zoiets. Maar ja, daarom zeg ik al, het is toch een verhaal. Het is niet de werkelijkheid. Er gebeuren wel erg veel dingen op zo'n vrouwenafdeling. He, dat denk ik van, ja, dat is zo. He, er zijn natuurlijk wel het een na het andere. Een zelfmoordpoging en drugs en dit en dat. En vrijages tussen het bewakend personeel en de gevangenen en onderling. Ik bedoel, er gebeurt natuurlijk van alles. Erg veel. Maar het is natuurlijk, zo moet je dat ook beschouwen, denk ik. Het is allemaal gecomprimeerd. Anders dan zou je denk ik iets anders moeten maken. Dan zou je het meer documentair van opzet moeten doen. God, wat een toestand niet. We hebben nog die Julia, die ook niet helemaal spoort. Jezus, wat een geschifte afdeling. Het lijkt me wel een gekkenhuis. De meeste gedetineerden zitten wegens moord. Kunnen de actrices zich voorstellen dat ze tot zoiets in staat zijn? Ik kan me dat enigszins voorstellen. Bij iemand die zo labiel is en met haar opvoeding. En zo'n kindje, want je hebt van die krijskinderen alleen maar krijsen. Ja, kan ik me wel voorstellen dat je denkt van, kop dicht. En dan net even 1 seconde te lang dat kussentje erop houden. Dat gezichtje van dat kind houden. Waardoor het stikt, dat is helemaal de bedoeling niet. Maar ik kan me er wel wat bij voorstellen. Ik weet het niet. Dat zou ik niet kunnen zeggen. Misschien in een hele hooggespannen situatie waarin de zaken behoorlijk uit de klauwen lopen, dat je in een moment van verstandsverbijstering misschien wel in staat zou zijn om iemand een mes tussen zijn ribben te... Ik weet het niet. Nou, ik zie het mezelf niet doen, hoor. Ik zie het mezelf niet doen. Maar ja, er zijn zoveel mensen die het wel hebben gedaan. Dus het hoort wel bij ons. Het zit wel in ons. Annette Nijder drukt misschien wel de kern uit van het geheim van Vrouw Vleugel. De serie belicht veel onderwerpen uit het echte leven. En wij gaan ook even naar het echte leven, want wie zijn er allemaal jarig de komende week? We hebben ze weer op een rijtje gezet in de eerste Showtime verjaardagskalender van 1995. Jasperina de Jong, die deze maand weer het theater ingaat, wordt zaterdag 57. Popzanger David Bowie is zondagjarig. Hij blaast dan 48 kaarsjes uit. En Ruud Herweijde, op werkdag te zien met aangrijpende reportages in ooggetuigen, wordt maandag 56. Rod Stewart, die in juni een concert geeft in Rotterdam, ziet dinsdag Abraham. Showdiva Adele Bloemendaal is woensdagjarig en zij wordt 62. En Mart Smeets is ook woensdagjarig. De presentator van Studio Sport wordt 48 jaar. Herman Emmink is morgen jarig. De man die jarenlang Wie van de Drie presenteerde, wordt 68. En hiermee zijn we gekomen aan het einde van deze Showtime. Volgende week zijn we er weer met een gewone Showtime. En dan nemen we u mee naar de repetities van Willeke de Musical. Nee, dat is zo mooi. Zo schitterend. Godverdorie. We gaan nog even terug naar Luxemburg, want in het decor van Vrouw Vleugel werd een groepsfoto van de cast genomen. Kijkt u met ons mee hoe dat tot stand kwam en... Tot volgende week. Om 10 uur. Dag. Een foto dat ik u steeds kan zien. Zo'n aardig portretje voor mijn kabinet. Bezorg me die pret, bezorg me die pret. Die hang ik uit vriendschap dan boven mijn bed. Mag ik van u een foto? Ik zoek een stel jonge mensen, die geven die lente. Wat zou ik me aarde verwensen, dan dat jonge paar. Mag ik van u een foto, kijk mij eens lachend aan. Kom schuif een beetje dichter, als er samen op wil staan.
nee. Elkanders handen. Die kunnen we er niet achter zetten. Kijk nu niet elkaar in de hand. Ja, wat wil je nou? En spit u niet uw mondje tot kussen bereikt. Terwijl uw hand om haar middeltje vleegt. Hoe komt me die vent van een aardige meid? Dat wordt een leuke foto. Hij is een steenrijke, enthousiaste detective en hij hanteert zijn eigen wetten. Burke's Law, straks hier op 4.